Het telraal-commando is een groot commando waarmee dat je verschillende speciale teksten kunt maken in Minecraft en die aan iedereen kunt laten zien. Je kunt teksten maken zoals bijvoorbeeld dit: dat je verschillende soorten kleurtjes hebt met dan ook de spelernaam. Als je erop klikt kun je een commando laten uitvoeren. Je kunt hier ook gewoon de knoppen binnenhalen van die speler. Of als ik shift-klik doe, dan zie je, oh ja, dus dat kun je allemaal doen met behulp van dit commando en zoveel meer. Hoe werkt nu dat telraal-commando en hoe kun je nu al die kleurtjes toevoegen en hoe kun je er voor zorgen dat je verschillende commando's kunt uitvoeren als je ergens op klikt. Dat ga ik jullie laten zien. Hallo allemaal, en dan terug ik bij de Belgium Games. Vandaag ben ik hier dus met het Telra-commando. En als eerste, hoe werkt nu dat simpel commando? Of ja, simpel is het niet. Maar het basiscommando is best wel simpel. Dat is namelijk slash Telra. Dan kun je bijvoorbeeld iedereen, ik wil het gewoon op de hele server zeggen. En dan tussen dubbele quotes zeg ik, hoi, tegen de hele server. Wow. Maar dat is nog niet alles. Nee, nee, nee. We kunnen eigenlijk ook bepaalde tekst gaan binnenhalen. Als op de volgende manier. Met die gekrulde haakjes van in een van de vorige tutorials. En hierbij doen we de gekrulde haakjes. Dan tussen dubbele quotes typen we tekst. Dubbel punt. Hier kunnen we onze tekst zetten. Oh ja. Een tekst. We kunnen een kleurtje meegeven door een komma. Dubbele quotes. Color. Dubbel punt. Dubbele quotes. En dan bijvoorbeeld in het blauw. En dan zie je dus. Oh ja. Een tekst, maar al deze random tekst die je hier kunt zien, is voor sommigen best wel moeilijk. Want hier zie je een heel JSON-stringetje staan en hier staat tekst en hier staat kleur. En hoe kun je dan al die speciale dingetjes doen? Dat doe je dus met behulp van een JSON-string. Nu JSON in uh, ja eigenlijk JSON in uh, de gewone wereld is eigenlijk altijd vrij mooi. Je ziet dus dat je eigenlijk alles mooi met spaties hebt en je kunt het heel makkelijk lezen. Minecraft is dat. Niet. En daarmee bedoel ik namelijk dit. Hè. Als we naar dit commando gaan kijken. Ja dan zie je dus dat hier een gigantisch commando staat. Dat gewoon op één rijtje staat, waardoor je het gewoon niet weet. Maar wij gaan zeker en vast zelf dat commando gaan schrijven. Nee, nee. Nee, nee. 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 Ik zelf zou gek worden als ik dat op die manier moet doen. Daarvoor heb je dus nodig. Generators! En ik zal de linkjes allemaal hieronder in de beschrijving zetten, dit is de meest bekende generator van minecraftjason.com! En hierbij kunnen we dus eigenlijk ons eigen volledige string gaan maken, of onze eigen tellrollcommando, hoe dat jij dat wilt, vanonder kies je de versie waar dat je in aan het spelen bent en kan je ook de achtergrondkleur van dit aanpassen voor wat jij het fijnste vindt om te lezen, dat kun je daar gaan aanpassen. Dan kunnen we direct gaan beginnen met iets toe te gaan voegen. En dat voeg je toe met behulp van de Text knop. Hier kun je tekst selector, scoreboard, objective, MBT, keybind, translation, Linebreak, wat is het allemaal? Daar ga ik allemaal eventjes voorbij komen. Als eerste de tekst, als je dat klikt, kunnen we gewoon heel eenvoudig een tekstje toevoegen. We kunnen hier bijvoorbeeld zetten: Hoi YouTube. Wat je ook kunt doen, is een bepaalde kleur meegeven. Je kunt eventueel een custom font meegeven. Standaard heb je Minecraft Default. En we hebben ook Minecraft Uniform. Zodat je eigenlijk ja, gewoon een heel tweede lettertype hebt van Minecraft. Er zijn er maar twee. Maar als je een custom texture pack hebt, kun je er ook meerdere. Je hebt ook nog click events als je erop klikt. En ook nog een hover event als je erover hovert. En insertion, daar kom ik straks pas bij. We klikken vervolgens op save. Als we dit commando een keertje gaan nemen. Toch dat er iemand binnenkwam. Dan plakken we die in Minecraft. We klikken op enter en je ziet dus: Hoi YouTube, op een heel vreemde tekst. Daarna wil ik bijzetten, ja, de, de persoon. Ik wil de persoon erbij zetten. Dus we gaan terug naar onze generator en we klikken hier op selector. Selector is iemand aanduiden en hier kun je bijvoorbeeld meegeven dat ik het wil gaan gebruiken. Dus dat wil ik gaan meegeven. Um, we kunnen dit vet gedrukt maken. Um, eventueel een ander kleurtje meegeven of weet je wat. We gaan het gewoon zwart laten. Ja, ik denk dat ik het gewoon op die manier ga laten en dat een keertje ga gaan overkopiëren. We nemen het commando, we gaan weer terug naar Minecraft, plakken die in onze chat en hier staat dan in vervolg: Hou YouTube, Jijtsen yes, 1996. En het ingebouwde in Minecraft is dat je erop kunt klikken en een gewoon een whisperberichtje naar die persoon kunt toesturen. Wat je normaal ook kunt doen, is zeggen bijvoorbeeld hoe vaak dat je bent doodgegaan. Nu. Ik ga dat eventjes gaan toevoegen, ook al werkt het niet meer helemaal in 1.19, maar gewoon als uitleg. Dus we gaan er bijvoorbeeld een tekstje toevoegen. Ik ga eerst eventjes een spatie zetten. En dan is zo vaak dood gegaan. Gelijkertijd babbelen en typen gaat ja, precies moeilijk. Is zo vaak dood gegaan. Een um, blauw. Uh, ja, dat is voor mij genoeg. We gaan gewoon, een, gaan gewoon heel gekke kleuren maken. We voegen dan nog iets extra toe. En wat we hier gaan toevoegen is eigenlijk het volgende: een scoreboard object Hier ga ik het P inzetten. En het objective zijn Death. Death of Death. Ik weet niet heel exact meer wat het juist is. Maar ik ga dat een keertje nemen. We gaan het bijvoorbeeld schuin gedrukt maken. We gaan het vet gedrukt maken. Lekker in het mooie roze. Je weet maar nooit wat je allemaal wilt gaan meegeven. En wat we ook gaan meegeven is het volgende: dat is bijvoorbeeld het hover event. Daar kunnen we een. Entity gaan tonen, een item. Als je bijvoorbeeld een item kunt je letterlijk tonen. En een tekst. Als je bij tekst toevoegt, kun je weer opnieuw al die items gaan toevoegen. We kunnen hier bijvoorbeeld een tekst zetten, wat je natuurlijk ook wilt. Uh, blub, weet ik veel, kan je ook weer doen. En op Save. En dat betekent dus als je hierover gaat hoveren, ga je die tekst gaan zien. We klikken op Save. We gaan het commando weer een keertje gaan nemen. We kopiëren dat. We gaan naar de chat. En oh, het staat in het rood. Ja, dat klopt. Je kunt niet alles in de chat steken. Dus je neemt een commandoblok. Je gaat dan dat commandootje daarin zetten. Dus hup, we zetten dat erin. En we klikken vervolgens op Enter. En zoals je kunt zien, om een of andere reden kun je bl blijkbaar deaths niet meer meegeven. En ja, kun je ook niet overhover. Maar als ik bijvoorbeeld op die tekst ga zetten van daarjuist, dus we gaan een keertje terug naar die tekst. Je klikt op Edit. Kunnen we Hover Event Show Text? Dan kunnen we een tekst toevoegen. Uh, hoi, kun je bijvoorbeeld zetten in het donkerblauw en het mag onderlijnd zijn en schuin gedrukt en weet ik veel, we slaan dat op. We gaan dat commando een keertje helemaal overnemen. We gaan terug naar Minecraft, zetten die in het commando blokje. We klikken op de knop, we gaan over onze is zo vaak doodgegaan en je ziet vanaf nu, hoi. Nu wil ik de volgende tekst op een nieuwe lijn gaan laten beginnen. En dat kan ook, we gaan hier in plaats van add text, klikken we op volgende line break. Line break is begin op een nieuwe lijn. Dat is het. We hebben ook MBT Storage waar ik het niet over ga hebben, omdat dat vrij ingewikkeld is en ik weet het zelf ook nog altijd niet goed, dus dat gaan we eventjes niet doen. We kunnen ook nog Translation. Translation is dat je een vertaling van een bepaald dingetje kunt doen, dat kan je makkelijk gebruiken met bijvoorbeeld je texture pack. Dan kan je dus dat nemen en dan kun je dat vertalen naar een bepaalde tekst. En weet ik veel zo wat. Dat ga ik ook niet doen, want ik heb geen texture pack. Dus de laatste die overblijft is de keybind. Bij keybind kun je eigenlijk kiezen of weergeven welke key dat hij heeft ingesteld voor bijvoorbeeld attack te gebruiken. Key.attack. Als ik dit ga opslaan. Ik ga deze code een keertje gaan binnenhalen in Minecraft. Ik ga die in de commandobord gaan plakken. En we klikken op de knop. Dan zie je dus dat mijn linkermuisknop. Oh, hallo! <laughs> Linkermensen op dus, slaan is. Maar ik heb nog een paar dingetjes niet laten zien. En dat is buiten die hover event, en een klik event. Klik event is wel een leuke. Als je klik event gaat doen, kunnen we een URL openen, een link naar een website. Een commando runnen, moet je let, wel opletten dat het, wordt, het commando wordt gerund als de speler. Niet als de sur... Chuzest? Suggest comment. Mijn uh, Engels. Dat is het commando laten tonen voordat hij niet uitvoeren, dus laten tonen en dat hij zelf op enter moet klikken. Dan heb je ook boeken, dus dat kan je voor boeken gebruiken. En Copy to Clipboard, dus dat kan je ook gebruiken. Dat is best wel handig. Je kunt je dus open URL en kun je gewoon makkelijk een URL inzetten. En eender welke commando. Dus dat is ook wel best een handige. Bijvoorbeeld als ik hier Google inzet, we gaan dat gaan opslaan en ook weer gaan plakken, gaan plakken in ons commandoblokje. Dus, hup, we zetten die namelijk hierin. We voeren het commando uit en je klikt erop, dan zie je dus dat er nu google.com staat. Dus op die manier kun je dat doen. En dan heb je nog de laatste, en dat is die insertion. Ik ga heel eventjes een tekst toevoegen. Trouwens, als je op de Alt-Toets klikt, heb je de snelle toevoeging van bijvoorbeeld een tekst. En dan kan je heel snel een tekst toevoegen als je dat eventueel nodig hebt. Ik ga je nu eventjes lol zetten. Nu, ik ga je eventjes op Edit klikken, want we hebben nog insertion. Wat insertion is. Dat is wel iets heel speciaal. Dat is uh, een tekst die getoond wordt als je met de shift en linker muisknop klikt. Dus als we tekst gaan typen en we klikken hier op save, dat staat daarop. We gaan deze code weer gaan kopiëren en dat hier in ons commandoblokje gaan neerzetten. We klikken op hier de, deze knop. En dan zie je hier lol staan zonder de spatie. Ik klik erop, er gebeurt niks. Ik hou namelijk mijn shift in en ik klik erop en je ziet een keertje tekst. Dus zo kun je om een of andere reden de tekst hierin zetten om bijvoorbeeld iets te antwoorden. Ja, er kan dus gigantisch veel met de Telra commando En dat was eigenlijk een beetje de basis ervan. Zo kun je dus die website gebruiken, kun je gigantisch veel dingetjes gaan doen. En ja, voor in je mappen en weet ik wat, blijf van mij weg, jij. En dan kan je dat allemaal gaan doen. Dus ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. Doe dan dat duimpje omhoog, raak dan dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker en vast niet dat. Belle een keertje aan te raken, want dan krijg je een notificatie wanneer er video's online komen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!